Het is toch te gek voor woorden dat buiten al deze cijfers om er nog 90% is van mensen of kinderen die het niet eens durven te melden. Neem bijvoorbeeld mijn turncarrière. Ik had er alles voor over en ik had maar één doel voor ogen. Maar waarom in godsnaam is er nooit gecontroleerd op die mensen, ja, die dachten misbruik van mij te maken? Nou, wat we echt moeten doen is dus als met ervaringsdeskundigen, misschien zoals ik, en sportbonden, coaches, verenigingen, gemeentes, allemaal aan de tafel moeten om tot een mogelijke oplossing te komen, want het gaat hier om goede controle en een veilig sportklimaat.